Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier met het team van Kik, bij Pien Staal van Leeuwen, dichter en beeldend kunstenaar. Dag Pien, Dag jij bezig bent om hier een gedicht te maken, of ben je al klaar? Nou, klaar, dat duurt altijd eventjes. Dan heb ik meestal zo'n stapel papier, want elke keer verander ik toch weer wat. Maar het is al wel een heel eind in de richting waarvan ik denk dat ik het bijna los kan laten. Je zegt zo'n stapel papier, dat betekent dat het misschien wel 20, 30 keer opnieuw moet veranderd of zo? Ja. Hoe komt dat dan bij zo warrig in je hoofd of waar heeft het mee te maken? Oh, ik ben vast heel warrig in mijn hoofd. Nee, het is een eindeloos wikken en wegen en telkens weer opnieuw lezen, proeven of het beklijft. Zegt wat jij wilt zeggen. Of het zegt wat ik wil zeggen. Ja. Dit gedicht, waar gaat het over? Dat gaat eigenlijk over alles wat er is. Mensen, planten, bomen. Elk trekt zijn lijn. Met andere woorden, als ze dit hebben gelezen, dan hebben we eigenlijk alles gelezen. Ja, dan ben ik er klaar mee. Dan ben je klaar mee, ja. Ik zie dat je nog wat regeltjes nodig hebt, want dit was blijkbaar hetzelfde ongeveer wat je aan het maken was. Ja, maar ik had nog weer wat correcties aangebracht. Ja. En het kan goed zijn dat ik morgen zeg van nee, het is het toch niet helemaal. Dus dan gaan we weer terug naar een eerdere. En waar leid je dat nou af dat het niet is wat je wilt? Ik bedoel, je hebt het gemaakt, je bent dan misschien tevreden op dat moment en dan in één keer zeg je van het is het toch net niet? Ja, dat is ik denk dat ik daarin heel intuïtief ben, maar het is een voortdurend proces waarin je je bezig bent te verdiepen op een thema. Mm-hmm. En dan op den duur is er iets waarvan ik zeg, ja, zo klopt het voor zo mij. Klopt het, ja. Zo voel ik dit helemaal. Wat ik er hier nog verder over denk, gaat niets toevoegen. Ja. Denk jij ook aan lezers en mensen die naar jouw gedichten luisteren? Of is het puur voor jezelf uit, dat wil ik maken? Ik denk dat ik, als ik voor mezelf zit te schrijven, ook inderdaad vooral met die verdieping zelf bezig ben. Maar ik krijg ook opdrachten voor gedichten. Mm-hmm. En dan luister ik heel goed naar wat waarvoor het is. Verdiep ik me daarin. Luister naar de mensen die me de opdracht geven. En dan is er ook een wisselwerk waarbij ik eventueel verschillende versies naar de mensen toestuur. En zeg, wat komt het dichtst bij wat jullie in gedachten hebben? Vind je het een moeilijker dan het ander? Of is het voor jou zo? Ik maak poëzie en die poëzie komt altijd wel uit mijn hart en eventueel uit een opdracht of helemaal uit mezelf. Ik denk dat als ik met mijn hart, met mijn ziel niets meer zou hebben met een opdracht, dan weet ik ook niet of ik het zou doen. Er moet altijd wel een verbinding mee zijn. Ja. Zou je een klein stukje willen voorlezen van wat je nu mee bezig bent? Ik weet dat het nog niet af is, maar toch. Ijl in de tijd zoekt elk zijn lijn en trekt hem voren. Terloops vloeit licht langs wat zich richt en voegt. Neem tekening aan ril en groef of vreemd verkorven sporen. Loop naar verloop een schaduw teloor. Nee, niet teloor. Gunt leven enkel even tijd tot dromen. Verwijlt en speelt het altijd durend spel van komen, gaan en komen. Weerom verijlt de tijd. Waar komt ons woord karakter vandaan? Zeg het maar. Van het Oud-Griekse garasso. En dat betekent krassen. Aha, maar ja. Het is al bijna gras. Ja. En er werd natuurlijk vroeger vaak met een rietpen getekend. Ja. En dat is even een kwestie van, nou deze is ook gewoon hier uit de tuin en dan tjak. Even een... Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik, ja, het zou ook een trucje kunnen zijn. Maar denk jij dat jouw graspen iets bijdraagt aan het werken met het gras? Ik bedoel, heb je dan nog zoiets van een verbinding, dat werkt dan ook beter of niet? Werkt het beter? Ik vind het wel heel speciaal, omdat je daarmee zo verbonden bent ook met het materiaal zelf. En als ik eerlijk ben, dan gebruik ik ook nog gewoon een kroontjespen en dit soort pennetjes. Maar ze hebben allemaal een iets ander effect.
Dus het heeft wel degelijk zin om dit eventueel te gebruiken? Ja, het heeft wel degelijk zin om het te gebruiken. En ja, het is voor mij ook de charme van dat materiaal, dat gras, waarbij honderden jaren lang er ook getekend is, gewoon met een rietpennetje. Pien, wij staan hier bij een van jouw beroemde postplaatsen. Nou, ik ken heel veel postplaatsen, dat zijn stenen, maar hier heb je er een bankje van gemaakt. Ja, ik heb ook heel veel banken gemaakt. Daar kan dan iets meer poëzie op. En ja, het blijft steen. Het blijft onverweerde aarde waar de mens in schrijft. Ja. Weer krassen. Weer krassen, ja. Maar dan in iets harder materiaal. Ja. Postplaatsen zijn bedoeld voor mensen, wandelaars, fietsers, die langskomen, die dan even kijken en dat opnemen in zichzelf. En ook daardoor beter naar de omgeving kijken, toch? Vaak wel, of in ieder geval het stemt tot nadenken, het stemt tot kijken, even tot jezelf komen. En dat is eigenlijk wel heel goed in deze tijd, dat je even tijd hebt om de andere dingen stil te staan. Ja. Wat zijn de reacties van mensen als ze deze dingen zien? Daar weet je vast iets van. Ja, dat vind ik vaak heel ontroerend. Mensen die vaak naar een bepaalde plek ook met een zekere regelmaat teruggaan, omdat het gedicht hen zo geraakt heeft. Mm-hmm. Dat zijn het gedichten van jou of ook van anderen? Nee, ik heb daar denk in totaal wel zo'n 30 dichters inmiddels bij betrokken, waar dus één of meer postplaatsen van zijn. Ja. Want ik vind juist mooi dat je uit een bepaalde tijd meerdere stemmen laat horen. Mm-hmm. En iedereen heeft zijn manier van kijken. Referentiekader. Dus eigenlijk zeg je wat je straks zei over jouzelf, dat gun je ook aan een andere dichter om zich zo op die manier te laten zien aan anderen. Ja, en ik vind dat ook een rijkdom. Ik vind een rijkdom van een samenleving is dat er veel stemmen worden gehoord. Ja. Dat er niet maar één is, nee. Laat al die mensen nadenken en met iets komen. Even een ondeugende vraag. Heb je wel eens ooit iets geweigerd of gezegd in een dichter, joh, dat zou ik nou niet doen? Ja. Ja? Ja. Dat klinkt wel heel hard uit je mond zo. Was het dan ja of was het dan als je nou verandert of als je dit of dat doet? Of zeg je dan gewoon, sorry, maar dit kan echt niet? Ik heb wel eens gehad dat ik zei, dit kan echt niet. En dat had er dan mee te maken dat het absoluut te weinig met het thema te maken had. Ik geef een thema, ik geef informatie over een plek, dan moet het daar ook bij horen. Ja. En als het daar dan echt niet bij hoort, ja, dat is dan jammer. Maar dat wil niet zeggen dat er een definitief nee is. Het betekent gewoon dat er nog eens extra wordt nagedacht en dat het wordt aangepast. Ja. En dat dan krijgt een dichter de kans om met iets nieuws te komen. Maar jouw criterium is altijd inhoudelijk. Niet, weet ik veel, dat er voor woorden in staan waarvan je denkt dat kan niet of zo. Het is altijd over inhoudelijk moet het passen. Het moet inhoudelijk het passen. Hebben, natuurlijk. En verder is het zo dat ik bij al mijn projecten ook Roelie Koning betrek. Die is heel lang recensente geweest, is Neerlandica. En ze kijkt daar heel objectief naar. Ja, dus ja. Als zij zegt van, maar er zit dit of dat in. Wat vind je daarvan? Nou, dan kan ik zeggen, ja, maar ik vind dat juist heel goed. Of omgekeerd. We praten daar gewoon even over. En ik denk dat alleen maar de uiteindelijke kwaliteit ten goede komt. Ten goede komt, ja. Lopen we nog heel even naar dat andere, naar de steen. Ja. Ja, Pien, we staan hier bij de steen die hier in deze tuin ligt. Deze stenen die heb ik al meer gezien, meer dan de bankjes die we het er straks over hadden. En die ligt hier vast niet voor niks. Is een of andere inspiratiebron? Of is het zo dat jij hier jouw inspiratiebronnen op hebt neergezet? Ja. Beide. Ik hou ontzettend van rotsblokken. Daar ben ik echt van zo'n puk helemaal gek van. Voor mij wordt de wereld pas interessant als ook onverweerde aarde is. Ja. Dat is één, dus ik ben heel erg blij dat ze hier liggen. Maar ik heb hier ook een gedicht opgezet of laten bijtelen. En dat gaat over inspiratie. Ik wil daar nog even iets over vertellen. Er was een ochtend dat een houten bankje, daar lag dauw op en daar was even een merel op gaan zitten en die had daar zo met zijn pootjes in gezet en vloog weer op. En dat was een prachtig beeld. Het waren alsof daar letters in geschreven waren. En toen dacht ik, goh, zo is het ook met inspiratie. Het komt en dan staat er ineens wat.
gevleugeld vuur in ons bevinden. Een vogel landt, vlerkt vluchtig beelden in de dauw, kerft tekens in de aarde. Nou, dat is wat jij doet ook, hè? Ja. Ja. Althans, dat hoop ik. Ja, ja. Oké. We zijn met ons team van Kik naar Mannenmiddag geweest, de generalen. Maar het frappante is dat er behalve twee mannen ook nog een vrouw meedoet. En wat die daar doet, dat zullen we zien. Anouk, jij bent als regisseur natuurlijk verantwoordelijk voor het eindproduct, zoals het zo prachtig heet. Ja. Is dat moeilijk met deze mensen? Nee, het is niet moeilijk, want we werken heel fijn samen en we zitten ook heel goed in waar de voorstelling over gaat. Dus alle neuzen staan er in dezelfde kant op, iedereen is heel erg betrokken. En soms is iedereen zo betrokken, dan hebben we allemaal een fantastisch goed idee. Dus dan staan er gewoon meerdere stuurlui aan wal. Dan moet jij de keuze maken. Ja. En dat zijn heel veel goede ideeën, dus daar moet ik dan uit kiezen. Maar verder is het juist een feestje om het te maken. Omdat je gewoon allemaal in een korte tijd er helemaal induikt en die voorstelling gewoon met volle overgave maakt. Dus dat is heel erg tof. Enfin, waar we nou om praten is het volgende. Ze hebben een cadeau, hè? Ze hebben eigenlijk geld in elkaar verzameld voor een cadeau. Ja, een treinticket voor twee personen naar waar dan ook in Europa. Dat was mijn vraag, waar wil je nou naartoe? Gaan we weg dan? Dat moet je landen wel weten. Het is heel veel gedoe als wij op mannenmiddag zijn, hè, om alles geregeld te krijgen. Een mannenmiddag? Niks mannenmiddag. Ik bedoel, wat denk je wel? Dat we een middagje naar de gereedschapsbeurs in Houten gaan? Ik heb tickets. Waarom? Voor de gereedschapsbeurs? Nee, treintickets voor mijn 25-jarig jubileum. Waarom? Zo, waar naartoe? Dat vroeg ik net. Hoe kan ik dat toch weten waar jij naartoe gaat? Het zijn treintickets voor twee personen naar welke stad dan ook in Europa. Zo, oh. Dan hebben ze wel behoorlijk uitgepakt. Hé, hey, dan kan je die rare meneer van die vanaf hier staan zien. Die had dat, ja, hoe noem je ook weer? Nogmaals? Barbara. Ja? Dat lijkt me nou niet zo'n heel goed idee, hè, na onze laatste actie in de meubelkast. Hè? Ik zat veel meer te denken aan... Of die van de expeditie, die had je toch een paar weken geleden getrokken. Ga je met z'n tweeën simpel, dan moet ik het spellen of zo. Reginald, ik heb net gehoord dat eigenlijk de vrouw toch een klein beetje de touwtje in handen heeft in Mannenmiddag. Is dat niet vreemd? Nou, ik denk dat het uiteindelijk helemaal niet zo vreemd is. We zijn dit project echt begonnen met het idee, we gaan een stuk schrijven, een stuk maken over twee mannen in een midlife crisis en wat ze daar allemaal tegenkomen. En de ene man is getrouwd, de andere man is vrijgezel, allemaal tegen de 50 en... Ja, wat komt er dan op je pad in je leven? Waar ga je dan over nadenken? En waar sta ik en waar wil ik nog naartoe? En daarvanuit is het ontstaan. En dat het dan uiteindelijk een project is waar veel vrouwen bij betrokken zijn, dat vond ik eigenlijk niet meer dan normaal. Omdat het een soort, ja, daar moet een balans in zitten. En... Ja. Nou, die teksten die zijn niet zomaar ontstaan. Hè? Die zijn ook wel geschreven, maar zijn die geschreven op grond van wat jullie aanbrachten of niet? De teksten zijn geschreven door een goede vriendin van ons, Karen Baggerman. En die heeft de dialogen geschreven. En ik heb samen met haar in een soort kapstok ernaar gekeken hoe de verhaallijn moest gaan lopen. Hoe de rode draad moest gaan lopen. Klopt het nog? Kloppen de karakters nog? Maar zij heeft eigenlijk het stuk in dialoog geschreven. Nee.
zijn zulkies. Wat staat er? Zo, wat staat daar? Nou ja, waar ligt het bij? Ligt het bij de Eiffeltoren, bij de Triomf? Nee, niks, gewoon Rue de Saint-Sulpice. Waar ligt het ergens? Heb je een nummer? 87A6. Dat ligt bij, eens kijken. Dat ligt helemaal naar Buitenrijk. Dat ligt helemaal nergens bij. Oké. Moet je nou naar het Buitenrijk van Parijs? Niks. Nee, ik zal me wel vergist hebben. Het zal geen Rue de Saint-Sulpice, maar Saint-Germain-Denis. Maar ik zie ook een vrouw rondlopen, is het niet raar? Ja, dat is ook meteen wel het punt natuurlijk. Het is een mannenmiddag, maar eigenlijk willen we toch ook een vrouw. Is dat omdat mannen zonder vrouwen gewoon niet volledig zijn? Of zit ik dan helemaal mis? Nee, dan heb je het volgens mij wel goed gedaan. Ja, het is, het zijn twee mannen die gewoon een middag hebben waarbij ze gewoon een favoriete spelletje doen. En dat wordt dan een beetje onderbroken door die vrouw. Dat spelletje, dat is niet alleen maar een spelletje volgens mij. Er zit wel iets meer achter, hè? Nou, er zit wel meer achter, ja. Ja, je weet wel natuurlijk. Ik heb natuurlijk, nou, dat weet ik niet. Ik heb wel iets gelezen over dat een van de twee een ander spelletje speelt dan de ander. En die weet dat natuurlijk dan niet, die ander. Nee, het is een beetje een vriendschap die al heel lang bestaat en die erg op de proef wordt gesteld. En ja, of dat dan allemaal gaat houden, dat moet je maar komen kijken, maar... Patricia! Ik heb een lemmer in de steek kwijt. Jongens, kom maar! Hoe kun je dat nou zeggen? Je bent zo mooi, je bent fantastisch. Ik snap dat het allemaal een beetje vreemd overkomt. Zijn die raampjes niet beveiligd? Maar Ed hier heeft beloofd, hè, dat hij ons zo met zijn feestjes alleen zal laten en dan... Beloftes! Wat heb ik aan die beloftes? Eén mooie avond waar jij mij de liefde verklaart. En wat blijft er dan over van die beloftes? Jij gaat wel met Ed op stap! Nee, dat is helemaal niet waar. Kijk, Ed die gaat zelf op stap, hè. Dat heeft hij beloofd. Hé, Ed. Heel fantastisch. Leuk, bedankt. Hé, prettige tijd. Patricia. Natuurlijk. Paula, ja. Jij bent de vrouw in mannenmiddag. Dat moet erg spannend zijn voor jou. Dat is het ook wel. Ja, maar het is ook wel heel leuk, want ik speel eigenlijk ook een beetje een spelletje. En dat vind ik wel heel erg leuk, om die twee mannen een beetje uit te spelen. En dat vind ik wel een leuke rol om te doen. Dus jij speelt die twee mannen uit tegen elkaar, maar ook tegen jou of met jou? Of zit je er als een wicht tussen? Eigenlijk is alles een beetje door elkaar heen. En dus ik speel ze zelf uit en uiteindelijk doet het me ook weer pijn. En dus het is eigenlijk een hele wisseling van emoties. Maar het begint eigenlijk met een toch wel een spelletje. Misschien de ronde, de wolk nog afmaken, of de beurt afmaken en dan gaan jullie staan. Ja. Paula. Nou, kijk eens. Ja. Lopen dat er nog iemand wat, hè? Ja.